Het Haags Popcentrum bestaat 30 jaar en dus pakt de organisatie de hele maand oktober groots uit. De Haagse Popweek wordt eenmalig uitgebreid naar de Haagse Popmaand. We hebben een boek laten maken over de geschiedenis van Den Haag en over de hedendaagse muziekscene. Die brengen we uit. Er zijn heel veel live optredens, eigenlijk door de hele stad. Een Paard van Troje, Musicon, HPC, Grote Markt in de Roots. En er zijn heel veel workshops, open dagen van muziekorganisaties. En daar verder gebeurt nog heel veel op radio, onder andere hier bij Den Haag TV en Den Haag FM. 31 dagen lang bruist het in de stad van de popmuziek. 88 dingen tot nu toe, er komen er steeds meer bij. En elke dag is er sowieso iets te doen. Bijvoorbeeld een concert van de Golden Earring, die is al uitverkocht. Dus in het paard, Halle Venreis ook in het paard. Verder hebben we hele toffe wave-avonden met new wave-bands. Metalavonden in Musicon. Nou ja, dat is eigenlijk te veel om op te noemen. Altijd al de ambitie gehad om het zelf te maken in de Haagse muziekwereld. Dan kan je tijdens de Haagse Popmaand één van de workshops volgen. We hebben een basworkshop van Janneke Nijhuis van de Def. Een zangworkshop van Rianne Walter van de Indian. Popfotografie. Je kan DJ leren DJ'en. Comedy workshops. Er is van alles te doen.